Dag lieve mensen, welkom bij deze eerste buitenreview. Vandaag hebben we de Spectre drone van Trend Labs. Ik vond het een heel tof merk en wij mochten deze drone bekijken. En dat doe je niet binnen, dus wij zijn lekker buiten. Let's go! We gaan vandaag gewoon de doos openen om te kijken wat er allemaal in zit. Om te beginnen, de drone. Het is de duurste drone in de categorie die ze hebben. Hij kost 150 euro, dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Hier de batterij, die hebben we natuurlijk al opgeladen. Gebeurt met een USB-tje die er ook bij zit. Dus laten we die er snel in doen. En wat heel tof is, een echte volledige controller waar ik zo meteen mijn telefoon in ga stoppen, want je gaat hem besturen met een app. Daarnaast een user guide, maar we gaan het lekker zelf uitvinden. Even kijken. We hebben ook nog beschermdingen. Ik denk dat ik die er maar even op ga doen, want bij mij en drones weet je het maar nooit, zoals je gezien hebt bij de mini drone. Video natuurlijk rechtsbovenin. Extra propellers, ook wel handig als je Joey heet. We gaan de veiligheidsdingen eromheen vastmaken. Als die achter mij in het water belandt, dan hebben we er sowieso niet zoveel aan. Beter iets dan niets. Dan zou ik zeggen, kom lekker deze kant op om te kijken hoe ik dit ding op ga stijgen. Ik heb hier de drone en de afstandsbediening. Eén telefoon waar je de Spectre app moet hebben. Laten we die er alvast inzetten. En dan zie je ook gelijk dat zelfs met mijn 6 Plus dat die gewoon wel netjes past. En ik vind het echt super tof dat het zo'n brede, dikke controller is. Dat geeft wel echt het gevoel dat je een drone aan het vliegen bent. De afstandsbediening die gaat trouwens op AA batterijen. Dus ik weet niet hoe lang die batterij meegaat van die AA batterijen. Maar we gaan nu eerst de drone opzoeken bij de wifi instellingen. Wat we doen is, we zetten de drone aan. Zo, dan zie je ook aan de onderkant allemaal lichtjes. Die zie je nou natuurlijk minder goed. Als het goed is, kunnen we nou naar de wifi toe gaan. En dan komt hier dadelijk, komt hier de bovenste op. En dat is van de drone. Nou, dan is die verbonden. Nu gaan we naar de Spectre app. Dan zegt die eigenlijk fly. Als we op fly drukken, dan zie je eigenlijk al de camera van de drone. Wat we nu dus gaan doen, is de afstandsbediening aanzetten. Dan hoor je piep. En ik denk dat we hem dan eerst maar eens gewoon even lekker gaan vliegen. Nou jongens, daar gaan we. Daar gaan we. Ja, of niet. Wacht jongens, er gaat iets niet goed. Hoe gaat dit ding uit? Poging 2. Ja hoor. Ja hoor. Oké, de wind staat die kant op, dus hij gaat heel erg naar rechts. Ik krijg hem amper naar links. Volgens mij film ik nu ook. Jan, pas op! Ik krijg hem niet naar links. Ik denk, ik land hem maar even, want de wind staat die kant op. En er is geen harde wind, maar het is een vrij lichte drone. Dus laten we het gewoon nog een keer proberen. Oh, ik heb hem niet echt onder controle of zo. Oké, ik ga even de drone halen. Wow, wat gebeurt daar? Ik drukte per ongeluk op een knopje. Je kan hem heel makkelijk uit zichzelf laten opstijgen. Kijk, je voelt nou dat hij last heeft van de wind. Ja, je moet oppassen, joh. Ik kan hem niet altijd onder controle houden, zoals je ziet. Volgens mij heb ik het een beetje onder de knie. Een trucje, let op. Hetzelfde trucje als ik net deed. Oh, dat is het. Oh, dat was automatisch landen. Dat ging wel echt heel goed. Gaat hij weer, omhoog. Ik doe niks. Gaat hij weer. Zal ik dat trucje nog een keer doen? Komt ie. Oké, ik ben nog steeds aan het filmen. Oké, dit is dus de kwaliteit en ik ga omhoog. Wow, dit is echt top. Ik merk wel dat als ik heel snel de lucht in ga, dan pakt hij hier, we zitten hier met bomen om ons heen, maar dan pakt hij heel veel wind. En het is, ja, wat ik zeg, vrij licht, dus dan ben ik hem zo kwijt. We hebben de footage dus gevonden. Even kijken, hoe kwamen we er ook alweer? De drone staat nu uit, maar het is hier bij galerij, dan phone en dan bij deze. En dit zijn de twee beelden die ik net geschoten heb. Dus als we deze even bekijken, dit was het moment dat ik echt in één keer de lucht inging. Was hier volgens mij ergens. Oh, kijk, hier ging die tollen, hier ging het helemaal mis. Daar zat hij bijna in de bomen. Maar dit is dus de kwaliteit. Het is ook een 720p drone, dus het is niet super goede kwaliteit. Ik moet wel zeggen, het is super leuk om mee te vliegen. Het is sowieso veel beter dan die mini drone en je kan ook veel gecontroleerder vliegen. De kleuren zijn op zich wel oké, maar ik denk dat je beter een screenshot eruit kan pakken. Ja, wat wil je ook voor 150 euro? Ik had liever een Full HD drone gehad, maar helaas. Ik zeg, laten we nog even vliegen, daarna de batterij opladen en dan mening verder geven. Laten we beginnen met de buitenkant. Toen ik de drone binnenkreeg, dacht ik echt van de verpakking, wauw, dit is echt sick. Toen we hem open deden en wat ik eigenlijk ook al gezien had, was deze controller, dat ik echt dacht van, oké, dit voelt wel echt steady en stevig aan. De drone zelf is daarentegen vrij licht. Toen ik hem voor het eerst oppakte, dacht ik van, ik hoop niet dat hij heel snel wegwaait. Maar de drone verder ziet er echt allemaal heel tof uit. Wat ik zei, het is allemaal mat, plastic-achtig. Maar de controller is heel stevig, voelt heel goed aan. En ook mijn grote iPhone 6 Plus kan er gewoon helemaal in. Deze drone heeft een 720p camera onder zich. Voor de rest zit deze camera vast.
stelt ook niet zo heel veel voor. Maar ik had de kwaliteit nog helemaal niet gezien. Maar niks van een gimbal of dat soort toffe dingen. Achter in de camera gaat een mini SD. Die krijg je er ook bij, 4 gigabyte. Dus dat is wel super sick. Zoals je net gezien hebt, heb ik na een paar normale vluchten een hele grote mooie vlucht gedaan hier buiten. Ik ben hoog gegaan, ben naar links gegaan, heb alle knoppen uitgetest. En dan moet ik zeggen dat ik al echt positief verrast ben. Het vliegen is super cool, de controle werkt heel fijn. Je kan makkelijk opstijgen, je kan makkelijk naar beneden. Er zit zelfs een of andere flip truc op. Waarom je dat zou willen, weet ik niet. Waarschijnlijk gewoon omdat het cool is. Dus dat zijn functies op de controle die heel fijn zijn. Verder moet ik ook zeggen dat hij heel fijn vliegt. Als je het eenmaal onder controle hebt, dan werkt het wel echt lekker. Als je met het oog op de content creator gaat kijken, dan is de camera die eronder zit niet super goed. Ik wist dat die 720p was, maar ik had gehoopt dat de kwaliteit gewoon net wat beter was. Dus deze drone moet je niet gebruiken om dikke cinematography toe te passen, maar gewoon om wat toffe shots van boven te nemen. Dus dat is wel een beetje een nadeel. Dus de voordelen zijn dat het vliegen gewoon echt super leuk is. De functies die de controller in zich heeft zijn super handig. Je zit niet op een telefoontje bijvoorbeeld. Moeilijk te doen. Het nadeel, ik had gehoopt dat de camera wat beter was. Dat was mijn eerste buitenreview. Laat weten of dat ik dit vaker moet doen. Ik vond het super tof. Doei! Vond je deze video nou leuk? Dan kan je natuurlijk abonneren, maar je kan me ook op Twitter volgen @creatortoolsnl om daar nog eerder sneak previews te zien van de nieuwste video's. In ieder geval tot de volgende keer. Doei!